We hebben inmiddels een manier gevonden voor Sam om naar binnen te gaan. Met onze emo-sfeer. Alleen moeten we nu nog die biometric scanner zien te overtuigen dat wij een volwassene zijn. Ja. Hoe gaan we dat doen? Hoe dan? Welke van alle personen die we zijn tegengekomen zou ons daarmee kunnen helpen? Hoe werkt dat? Wat zoeken we daarvoor? Zoeken we een truc, een fake ID? Wat zoeken we? Ik denk dat een fake ID te makkelijk is. Hello there. Can we have a peek inside? No, I don't like. Oh, dat hadden we al gezegd. Hè. Ja. Then I guess I'll go. Have fun. Even kijken. Een fake ID te makkelijk is. Valentina hebben we al geholpen. Deze man was degene die, dat, die ons die opdracht had gegeven. Ja, die had de informatie inderdaad. Ja, dit. What did I need to bypass the bioscanner? I don't know how a kid could sneak through. Maybe you can ask someone else ja. About it. As for your robot, just charge the emo skill. Ja, dat and cool. Hebben we ook al gedaan. Better if I go. See you. Oké, dus we zoeken iemand die verstand heeft van de illegale praktijken. What about de hoofdcrimineel die zat te eten bij het restaurant? Hoofdcrimineel? Ja, die had toch gezegd, ik ben de grootste crimineel van de stad. Hij hier, Roscoe Spencer. Dat is de grootste crimineel van de stad, had hij gezegd. What's up, kid? I hope you have a good reason to interrupt my delicious meal. Ah! Considering you are a criminal. Considering you are a criminal? Yes. Do you know how to cheat a biometric scanner to let an underage human pass through it? Ah, that's easy. You just need to build a biometric cheater. First thing you learn in any dark cyberspace tutorial. But I don't have time to get all the materials and such. You know how many posters there are of Mr. Rumpf around the city? Too many. Exactly. How about this? Deface 5 of them, and I'll give you a biometric cheater. Great, I'll do it. Dat lijkt me makkelijk, toch? Nice. And come back only after you've done 5 of them. Don't lie to me. I won't. Does we done ya? En hoe gaan we posters defacen met onze gravity spuit die we gevonden hadden? Is dat een idee? Ja. Die wij per ongeluk gevonden hadden. Ja. Nou. Want ik zei, het is een lege. Waar zijn die posters? We gaan gewoon overal even naar binnen. In al die steegjes hangt er wel één volgens mij. Hier, Rumpf poster. Kan dat met die graffiti? Beret spreken. Ja, dat kan. Lekker. Ik heb een duiveltje van hem gemaakt. Dat is 1. Is hier ook een Rumpf poster? Nee. Maar wel bij ons huis was er ook 1, hè? Bij de start. Hier, ja. 1, 2. Een drol maken we van hem. Oké. Even kijken, wat hebben we nog meer voor gebieden? In de residential area denk ik niet. Dat was alleen dat huis. In de slum ook. Daar bij die scanner hing er een. Nee, ik wil niet met Sam praten. Ik wil ook niet naar de Ancient Alley. Of wil ik dat wel? Is hier een poster? Nee. Ik wil naar die andere Ellie. Abandoned Hotel. Nee. We moeten er 5 hebben, zei hij. Oh, hier hangt er ook 1. Dat is dan 3. No. No. Dan hangt hier in die steeg hangt dan nummer 4. Kijk, die had ik net gezien. Ja, ja. Lekker hoor. En dan downtown zijn we nog niet geweest. We zullen er nog wel eentje hangen. Downtown. Rumpf billboard. Kan dat ook? It doesn't work. Nee. Bureaucracy Street.
zal in een van die zijstraten nog wel zijn. Vast wel. Registry Office. Nee, hier niet. Side Square. Business Street. Ook niet. Kijk, dan kunnen we nog de Bright Alley. Daar waren we al geweest. Hier kunnen we nog naar beneden. Bij de bushalte. Zou die hier nog een zijn ergens? Wat denk jij? Mogelijk. Nee. Lift kunnen we niet meer in. Hier is nog een VR-man. De Old Gate. In het restaurant. Diner Alley. We have no reason to go there now. Oh. Okay. In het restaurant zullen geen posters hangen. Lijkt me ook niet. I have no reason. Oh, dan zal het, is het toch nog ergens anders. Toch bij de residential area? Oh ja, hier. Op de billboard. Lekker hoor. Dat is dan de 5. Dat zou langer kunnen duren. En dat is dan 5. Gaan we weer naar die man. Dan zeggen we... Mission accomplished. Hi there. What's up, kid? I hope you have a good reason to interrupt my delicious meal. About the Rumpf posters. Yeah. Have you vandalized 5 of them? Yes, I have. Good girl. But don't do that in the real world. What? Isn't this the real world? It is. It's just a meta game joke. To avoid lawsuits from parent associations. Whatever. Can you please give me the cheater? Of course. Here it is. Make good use of it. Ja, dan hebben we alles gevonden. Daar is Vidania. Dan hebben wij alles gevonden om naar binnen te gaan via de scanner. Lekker hoor. En dan gaan wij eens kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Wat we daar vinden ook vooral. Gebruik cheater op apparaat. Dat is een work. Gebruik cheater op mezelf. Nee, dat moet toch gewoon lopen nu. It's scanning the key. We hebben nu alles. Kijk, groen. Groen, lekker. Nou, daar zijn we. Smurks Bar. Ik kan hier niks aanklikken in de voorgrond. En Sam staat voor alles ongeveer. Nou, robust man. Cool guy. Bartender. Way in. Nou, het is waar ze gaan praten met iedereen. Hi there. Do you know anyone called Joseph? It depends on who's asking. Ja, we zochten die vriend, hè? I need to van onze vader. He knows about my dad. He was his best friend. Wait, Tina? Do you know me? Let's keep it down, okay? You don't know who's listening. Hij is Joseph. If you know me, does this mean you're Joseph? Well, yes. So you knew my dad? I did, indeed. Ah. Can you tell me more about my dad? What would you like to know? What was he like as a person? He was a sweet man. He loved you and your mom so much. Then why did he leave us? He had a vision for a better future and the skill to make it real. With ability comes responsibility. And I guess he had to try, which makes him a better man than most of us. Not a better dad, though. I think he sincerely believed he'd go right back to you and your mom, Tina. Okay.
What kind of work was he doing? Even if I was his best friend, he only trusted his family. But he did ask me for a different favor, which I didn't handle too well, did I? What kind of favor? It's a long time in the past. And anyway, the work that your dad does, did. I didn't know the details, but it was important. Vital, even. For Neo Berlin and for his daughter's future. For your future, Tina. I guess it'd be nicer if he stuck around to make sure I have a future. He did the best he could. That I know to be absolutely true. Zelfs deze man weet niet waar haar vader mee bezig was. Why did he abandon me and my mom? I think in a way, he didn't get to make the choice. I'm sorry. Never mind. You know about the coding, Sam? What is it for? I'm not sure. I believe it's the key to Ren's work, and that it's supposed to activate when you turn 10 years old. I can't wait a moment longer. I can't help. Sam's encryption is superior. There has to be a way. You remind me of Ren so much. Okay, there's a hacker. He works out of the abandoned hotel in the Asian alley. Goes by Chip. He's the best. If he can't help you, nobody can. Abandoned hotel? Daar ben ik ook al geweest, hè? Able to help you reach. Thanks. Wait. You have to tell Frank I sent you. Otherwise, he won't trust you. Here, take my pendant. Give it to him, and he'll Frank, help. Frank, dat is die die zwerver, toch? Goeie pendant. Oké, nou even met die andere lui praten voor zekerheid. Hi. You shouldn't be here, little girl. Please leave. Oké. Are you Smirk? No, I'm Paul. Who's Smirk then? The bar's original owner. But I really shouldn't be talking to you. What happened to him? Well, I heard he had some trouble with the machine. The machine. And you really should go now. Okay. I guess I'll go. Take care. Je wilde wel praten met een robot. Hello. Hello there. Afraid I've no drinks a robot might enjoy. I only need fluids to maintain mechanical and hydraulic systems. Sure, but I do wonder if getting the good oils registers as pleasant. I would need to be programmed for it. Some cars are programmed for it. I remember this one, Aichan. She'd dump anything but ultra-premium, fully synthetic Linovalve 8700 LX. Sounds pretentious. Well, yeah, she was a bit of a diva. Okay, I should go. Take care. Hier is nog een menu waar we naar kunnen kijken. No food, just drinks. Lots of them. Nou, even met de cool guy praten. Cool guy. Hi, I'm Tina. You are... Hi there, I'm Roger. How can I help you? Nice shirt. Thank you. You're in it. Well, yes, I'm wearing it. No, I mean your face is on it. Indeed. It's kind of cool. Right? Memories from another life. I have merchandise. Something else? I didn't know there was such a big hole in Neo Berlin. Are you talking about Smirk's end of the road? I mean the long drop beyond that railing over there. Yep, that's the one. It's the only location in Neo Berlin that developers are banned from reproducing in cyberspace. Why? Some say that if you jump from the end of the road in cyberspace... You'll die in real life? No, this isn't some art house horror flick. But supposedly, the experience would be so freeing that a cyberspace-addicted mind would be healed. Wait, why would it be banned? Wouldn't people want that? Not the people in charge. I'd better go. Cheers. Here's nog way in. Oh, dit is the way in. Oké. En dan gaan we maar weer terug naar Frank, denk ik, hè? We gaan eerst hier eventjes checkpointen weer. Dat vind ik wel een idee. Ja, dat is wel logisch. Want we zijn binnen geweest in Smirk's Bar. En dan gaan we in de volgende video kijken of we die chip kunnen vinden. Ja, lijkt me goed. Ja, dus graag maar weer tot dan. Doei.